Maar even serieus, voorzitter. Ik hoor het pleidooi van collega Soffer en ik ga voor 99% ga ik met hem mee. En ook het CDA is geen voorstander geweest van het proces wat we uiteindelijk zijn ingegaan. We hadden ook veel liever gezien dat we gewoon één werf hadden gekozen met een duidelijk Nederlands belang. Dus voor zover ga ik het mee. Maar tegelijkertijd, en dat sluit me ook wel aan bij een collega die hier voorging, van ja, we hebben ook een proces ingegaan. We hebben ook het vertrouwen als betrouwbaar bestuur, dat hebben we ook uit te stralen. Ja, en wat stralen we dan uit? Dat we nu de indruk wekken van oké, we kunnen nu vandaag dat proces net voor de finish torpederen op basis van geruchten. En het zou heel goed kunnen zijn, hè, dat die geruchten waar zijn, maar we weten het niet zeker. Terwijl we het debat ook veel beter over 2 weken hadden kunnen hebben. En dan waren we misschien tot dezelfde conclusie gekomen van ja joh, alles gaat naar de Fransen of naar de Duitsers, maakt niet uit, maar er zit niks voor de Nederlanders in. Dan had u mij aan mijn zijde getroffen. Maar nu vind ik het heel prematuur en ingewikkeld om hier een debat over te voeren, omdat misschien dan meteen de indruk wordt gewekt dat ik niet om het Nederlands bedrijfsleven geef. Okay. Terwijl de collega Stoffen weet dat dat wel zo is. Ja, voorzitter. Ik hoor van alles. Geen vraag. Laat het heel helder zijn. Als vrijdag dat besluit valt, dan is het gepresenteerd. Dan is het maar de vraag hoe het dadelijk verder gaat lopen. Nu kunnen we nog de keuze maken en zeggen, laat u nu echt zeker weten. Als dit kabinet vanavond kan vertellen dat overal echt zeker, helemaal gecheckt, overal in zit dat andere combinaties het Nederlands bedrijf volop erin hebben zitten. Nou, dat zijn de dingen die wij niet krijgen. Laat ik heel helder zijn. Ik heb de afgelopen bijna 6 jaar zit ik in de Kamer heel veel maritieme bedrijven gesproken. Al die bedrijven, alle koepels die erboven staan, zeggen allemaal, als jullie het werk in Nederland willen hebben, dan moet je zorgen dat het bij Dames Saab terechtkomt. Ja, ik vraag me af, wie is er dan gek, hè? Als ik het ben, prima. Maar ik wil het zeker weten dat het terechtkomt. Al die bedrijven, al die verenigingen zeggen van, jongens, laat het alsjeblieft bij die combinatie komen, want anders vloeit het werk hier gewoon weg. Nou, daar kunnen we vanavond denk ik toch zeker met elkaar over stilstaan. Het gaat over 4 tot 6 miljard euro. Nou, voorzitter, stel wij zouden vanavond zo'n besluit nemen en we zeggen de opdracht gaat bijvoorbeeld naar Saab Dame, ik noem maar wat. Nou, dan zullen we waarschijnlijk nooit weten wat de andere opdrachten hadden geweest. Terwijl dat het kabinet neemt aankomende vrijdag een voorgenomen besluit, dus niet definitief. Wij moeten uiteindelijk als Kamer zeggen, we gaan voor of tegen. Er komt nog een technische briefing waar we dit kunnen zien. Ik heb heel veel vragen die u stelt, heb ik ook. Die gaan wij ook stellen. Hoe hard zijn die garanties dan? Stel, hij gaat naar de Fransen of naar de Zweden. Hoe hard is die garantie dat het daadwerkelijk bij de Nederlandse MKB terechtkomt? Voor het CDA ook randvoorwaardelijk. Maar dan was het toch in de volgordelijkheid veel beter geweest om eerst die brief af te wachten. Eerst die technische briefing. En dan goed op de inhoud, dan pas het besluit nemen. In plaats dat we nu een proces, wat ons betreft niet wat hoeven en wat te lang duurt, maar waar we nu bijna bij de eindstrip zijn, het ineens doorheen gaan fietsen. Voorzitter, daar verschillen we enorm van mening. Je moet er vroegtijdig bij zijn. Als je niet uitkijkt straks, dan is die debrief er. Dan loopt het allemaal lekker door. En dan staat het Nederlands bedrijfsleven straks met lege handen. We kunnen nu met elkaar ook besluiten zeggen, laat dat nog eens heel zorgvuldig allemaal wegen. Is het wel logisch om dat aan dit kabinet toe te laten? U weet ook vast van alles wat er omheen speelt. Ik denk dat de zuiver is dat we dadelijk kiezen voor een kabinet wat echt zegt van, we zetten het Nederlands bedrijfsleven op 1. We laten daar de keuze door maken. Ik denk dat het veel verstandiger is. Laten we met elkaar vanavond dat besluit nemen. Neem maar niet het besluit van waar komt het terecht. Dat kan daarna. Dan kunnen we het ook goed onder ogen zien. Maar ik zou zeggen, laten we het mooi doorschuiven door naar een volgend kabinet, wat eens met een open blik hier naar kijkt. Want ik heb de indruk dat hier dat er niet echt met een open blik naar gekeken wordt, dat er met een soort kokenvisie dadelijk gewoon bij de Fransen terechtkomt. En dat uitgelekte voorstel, voorzitter, dat uitgelekte besluit van afgelopen dinsdag en al die aanbrieven die de afgelopen week over ons verspreid werden, ja, het maakt mij alleen maar wantrouwender. En ik sta hier niet om het een beetje goedgelovig allemaal af te zegelen. Ik sta hier namens de Nederlandse bevolking, ook namens het Nederlands bedrijfsleven, om te kijken, doen wij de goede dingen met het belastinggeld wat hier in Nederland ook wordt opgebracht. En besteden we het op de goede manier. En niet dat we daar denken van, het is allemaal in Frankrijk terechtgekomen. Kort afrondend. Ja, voorzitter, ik denk dat we hier allemaal staan met het belang dat ons belastinggeld dat goed wordt besteed. En tenslotte, voorzitter, kijk nogmaals, ook ik maak me zorgen over het Nederlands bedrijf. Ook ik wil die garanties hebben. Maar ik vind nog steeds, we moeten ook onszelf als politiek serieus nemen. En zeker de SGP als staatskundig geweten zou toch moeten zeggen van we moeten onze processen ook, die we onszelf hebben opgelegd, of je het nou mee eens bent of niet, het is een meerderheid die besloten, moeten we die processen wel degelijk doorlopen. En dan kunnen we altijd nog aan die noodrem trekken. Want een debrief, die ontsnapt niet zomaar, okay. Die zien wij ook als Kamer. Ja.